waar ik woon, heb je een barbier. Oh la la, knip voor zijn plezier. Oh la la, klantje per kwartier. Hij had een zaakje doodgewoon, leefde van een schameloon. Maar tot zijn niet geringe schrik vloog het schrikkie in de fik. En sinds die dag na de brand staat er dagelijks in de krant: onze klanten zijn tevreden, knippen iedereen in het café. Hey, moe, mag ik naar de kapper toe? 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 Hey, moe, hey, moe, hey, moe, hey, moe, hey, moe, hey, moe, hey, moe. Elke dag, ieder uur staat hij ervoor klaar. Oh la la, stort zich op het haar. Oh la la, gewapend met zijn schaar. Want de zaak loopt nu geweldig. Oh oh oh, wat is het druk. Voor je eindelijk aan de beurt bent, zit je uren op de kruk. Sinds die dag na de brand zit nu iedere klant met de schutter voor de spiegel plus een grote deuk in zijn verstand. Hey, moe, mag ik naar de kapper toe? 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 Hey, moe, hey, moe, hey, moe, hey, moe, hey, moe, hey, moe, hey, moe. Elke vrijdagmiddag krijgen wij een knaakje mee. Oh la la, wachten in het café. Oh la la, wel een uur of twee wanneer de centen dan verbrast zijn, gaan we lallend over straat. Krijgen van mama te horen dat het zo niet langer gaat. Sinds die dag na de brand loopt het gruwelijk uit de hand. Is het eerste wat ik vraag aan moe, hey, mag ik naar de kapper toe? Hey, moe, mag ik naar de kapper toe? 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 Hey,